Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering en de laatste aflevering van Super Mario Kart. Nummertje 8 denk ik, ja, Mario Kart nummer 8, DLC, banen, goldrun, achtige titel, kijk maar wat de titel is. We hebben Madrid Drive van Tour, oké, minder zin in. Rosalina's Ice World van de 3DS, die is wel gaaf. De SNES Bowser Castle 3, waarom had alsjeblieft gewoon... Wario Colosseum gedaan. En de Rainbow Road van de Wii. De laatste vier courses van deze serie. Ik ben zeer benieuwd. Boetje. Oké, de Madrid Drive. DK Oké. Waarom is er een Wiggler midden in Madrid? Mag ik dat weten? Ik ben nooit in Madrid geweest, dus ik weet niet zo goed waar al die voorwerpen en zo op moeten slaan. Dat zal een of ander museum moeten voorstellen. Oh, dit zal een soort van indoor markt moeten voorstellen. Oeh. Dan heb je de Wiggler die nu opeens wel rondje loopt. Zou die in de laatste ronde rood en boos zijn? Dat zou eigenlijk wel moeten, hè? Weet je dat niet? Yes. Laatste ronde. Alweer, maat. Met alweer bedoel ik net als de vorige aflevering. Want de vorige aflevering heb ik toevallig recht hiervoor opgenomen. Dat was de Acorn Cup. Oeh, we gaan nu een of andere nice. We gaan het Real Madrid stadion in. Dat vind ik dan wel vet gemaakt. Ik kon er bijna niks van zien, want er zat een vlek op, maar toch. Santiago de Bernabeu gingen we in. We hebben gewonnen, zoals het hoort. We zijn van die Win Masters. Van die Mario Kart Masters. Goed, Rosalina IJslandje is nu aan de beurt. Als die klaar is met laden. Oh, daar is hij. Deze ziet er wel vet uit. Ik kan me deze niet zo goed meer herinneren. Ik heb Mario Kart 7 wel gespeeld, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren. Misschien komt er straks nog wel een stuk dat ik denk van, oh ja, dit herken ik wel. Oh, de muziekje herken ik in ieder geval wel. Van de baan zelf herinner ik me echt niks meer. Maar dat is niet erg.
Oh, daar lag een banaan. Daar werd ik geraakt terwijl ik een banaan achter me had. Dat is ook altijd bijzonder. Dat is alleen een... alleen een shortcut als je speed hebt. Een vijfde jongens, dat is echt niet goed. Goed. Even voor de banaan. Nice. Hoppatee, weer eerste geworden. Funky Konging. Goed. Dan gaan we nou weer naar de miljoenste Bowserbaan. Oh, waarom... Ik, überhaupt dat ze die banen van de SNES hebben geremaked. Oké. Laat maar, ze hebben hem wel vetter gemaakt. Ik dacht echt, het is echt de SNES vlakke cup. Dat is niet zo. Of vlakke baan, dat is niet zo. Dus ik neem mijn woorden even terug. Excuses voor het ongemak. Oké, dit is best een vette baan, ik ben eerlijk. Maar het is nog steeds geen Wario Colosseum. Mocht er een Mario Kart 9 komen, dan zit Wario Colosseum er sowieso in. Vanaf het begin. Kut. Ik wil het graag met mijn bom in ieder geval. Nice. Lekker. Weer eerste geworden. We zijn goed bezig. Oké, de allerlaatste baan. Rainbow Road van de Wii. De laatste baan van deze serie. In ieder geval wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken en het volgen van deze serie. De afleveringen zijn natuurlijk heel erg langs elkaar heen gegaan, omdat we elke keer moesten wachten op een nieuwe wave. Wave after wave noemen ze dat ook wel. En we gaan nu nog maar weer eens een Rainbow Road doen. Nice.
Yeah, funky. Oeh, ik had twee lag spikejes. Zagen jullie dat? Nog een lag spikeje. Hoe kan dat nou? Switch, wat doe je maar aan? Lag spiking all the way. En is dit nog niet eens online? Ook oh, dat nog. Dit kunnen we hier op de speed pakken. Nice. Oh, laat maar. Okay. Laatste ronde, boys en girls, van deze serie. Stukje nog. Oh, dit ging bijna fout. Okay, nice. Nice! Gewonnen! Lekker bezig! Oh, nice. De Mario Kart DLC is afgelopen. Alle Mario Kart banen, Mario Kart 8 Deluxe banen, hebben allemaal gedaan. Niet normaal veel. 24 cups. Onbeschrijfelijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze serie. Vond je het een leuke serie? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je graag weer bij een gloednieuwe video. Adios, amigos.